Mijn naam is Michelangelo Mendelen, ik ben 19 jaar en ik ben actief in de autosport in de klasse Formule 3. Toen ik 15 jaar was, had ik een contract gekregen dat ik in Italië mocht rijden voor 1 jaar lang. Ik heb toen altijd 2 weken in Italië gezeten of soms 3 of 4. En dan kwam ik altijd 1 week terug naar België voor naar school te gaan. Wat uiteindelijk onmogelijk was op het einde van het jaar om alles even bij te halen. Dus ik heb altijd in Italië gezeten. En op een gegeven moment heb ik gezegd van kijk, ik ben nu oud genoeg om een leercontract te gaan doen. Dat betekent dat ik eigenlijk kon gaan werken en dan 1 keer per week naar school kon gaan. Dus dat heb ik dan gedaan. Uiteindelijk heb ik niet veel gewerkt. Omdat ik dan verlof kreeg van mijn pa dan. Dan kon ik gaan rijden. En dan haalde ik die 1 dag school dan bij. Mijn vader is nu 34 jaar bezig in de bandensector. 24 jaar zelfstandig en 10 jaar heeft hij onder baas gewerkt. En toen, ja, heeft hij, toen ik geboren ben, dit gebouw gebouwd met de garage waar ik na 16 jaar of 15 jaar ook in ben beginnen te werken. Omdat ik niet meer naar school kon gaan wegens mijn sport. Dus ja, zo is het een beetje allemaal tot stand gekomen dat het nu een familiebedrijf is geworden. Ik werk samen met mijn mama en mijn pa. Natuurlijk, mijn plan B is de zaak van mijn vader overnemen. Dat gaat sowieso gebeuren, maar ik kom me vooraf focussen op de autosport. En moest het niet lukken qua rijden, dan zou ik nog altijd actief zijn qua management en begeleiding en coaching. Waar ik nu ook al voor gevraagd word, voor klein jongens te coachen. Afgelopen jaar heb ik toch een aantal prijzen gewonnen. Ik heb een paar Belgische kampioenschappen gewonnen. Heel veel Limburgse kampioenschappen. Ik ben 5 keer op een rij of 6 keer zelfs Limburg van het jaar geworden. Dit jaar werd ik Genkenaar van het jaar, maar dat is niet doorgegaan. Spijtig genoeg in de sport dan. Dit jaar won ik het MRF kampioenschap in de Formule 3. En dan, ja, buiten daar heb ik heel veel podiums gehad in Italië. En ja, thank you.
heel graag avontuurlijke dingen. Onder andere ja, fitness. Op avontuur gaan, bijvoorbeeld in de bergen gaan hiken of zo. Van die dingen, dat doe ik wel heel graag. Nu dat we niet meer kunnen rijden door het corona, hou ik me natuurlijk fysiek en mentaal sterk door in de gym te zitten. Omdat we niks anders kunnen doen, is het natuurlijk heel belangrijk dat we op punt trainen. Ik heb gezwommen, uiteindelijk gestopt omdat dat was niet echt iets voor mij. En toen heeft mijn onkel mij meegenomen aan een kartcircuit, gewoon voor iets te gaan drinken. En van toen af heb ik eigenlijk gewoon de liefde ervoor gekregen. En van toen af heeft mijn pa me altijd gesteund, altijd geholpen. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Second is Juven Sundaramurti. And third is the new champion, Michelangelo Amendola, celebrate. And Michelangelo Amendola is going to score victory for the second time today. Very impressive drive by Michelangelo. I guess I made the fastest lap in the last lap. I managed to stay P1. I prepared myself really good. Talk to the champion, Michelangelo. Well done. Thank you very much. Thank you very much.